staan hier weer in het voedselpaardenbos voor mens en paard. Allereerst kijken we altijd naar de locatie, naar de grond. Hier achter me hebben we hele mooie beuken. Beuken zijn helaas niet goed voor paarden. Giftig, de beukennootjes onder andere en het blad. En door die beuken en die zomereiken daar kan ik al een beetje inschatten van, nou, zeer waarschijnlijk is hier een zomereik verbond aan de gang. En die zitten ook in het zomereikverbond. Het zomereikverbond, dat is een samenwerking van verschillende bomen en de schimmel en de bacteriën die daarbij komen kijken en elkaar versterken. Zodat je een samenwerking krijgt, een soort symbiose. En dat is heel belangrijk in de permacultuur en dus ook in voedselbossen. Want je wilt dat de natuur voor zichzelf zorgt en dat we het lekker makkelijk hebben. En verder is het hier, er zijn nog heel weinig bomen. Ze hebben hier wel altijd van eigen paarden mest op het land gebracht, dus het is wel vruchtbaar. Maar de eigenlijke laag is heel zanderig en water doorlatend. En omdat we toch het weiland in een bos staat, is het toch ook licht zuurig. Kijk altijd goed naar wat voor een bodem en wat voor een zon je hebt voor je begint met het planten van een permacultuur. Want je plant planten op de juiste plek. Sommige planten die houden van vocht, sommige planten houden niet van vocht. Sommige planten die houden van een zure bosgrond en sommige planten niet. Ik heb hier het berk. Dit is niet de beste plek, want die lust wel een slokje water. Alleen deze komt van eigen land, dus het kost niet veel en ik wil toch zo snel mogelijk wat hebben staan. En berk is eetbaar voor de paarden. Hiernaast heb ik iets. Dit gaat zeer waarschijnlijk de hele droge periodes die we in Europa gaan krijgen overleven. Dit is een duindoorn. Die past hier van oudsher niet. Alleen we krijgen steeds meer langere en droge periodes. En het is een hele lekkere plant voor de paarden. Hier staat dus nog een duindoorn. Hier staat een okkernoot of joeglandsregia of walnoot. Die is eigenlijk niet zo heel goed voor paarden. De bast is niet goed. En de walnoten die zitten in een groen omhulsel en dat is ook niet zo heel goed voor paarden. Dus daarom wil ik er niet te veel van hebben. En ik hoop dat ze toch een beetje meer naar binnen staan. Alleen ze zijn niet zo heel extreem gevaarlijk en giftig. Dan een paard die gaat normaliter ook geen giftige planten eten. Maar die gaat echt op zoek naar de dingen die goed voor een paard zijn. Maar ja, hou er toch een beetje rekening mee wat paarden onbeperkt kunnen eten en wat paarden niet onbeperkt kunnen eten. En deze kunnen de paarden onbeperkt eten, maar dat doen ze van nature niet, want er zitten dus stekels aan. En de berk kunnen ze ook onbeperkt eten. En er was hier een kruidje. Dit is een kruidje wat ze kunnen eten. Dat zit ook in paardenmedicijnen of dure supplementen. Dit is het kruidje. Dit kruidje is goed voor de luchtwegen. Bloemkruid heet het. En dit is een bloemkruid met gemarmerd blad. Hier hebben we iets wat mensen ook kunnen eten. Ziet er nog niet uit. Kan niet zo heel goed tegen vorst, maar ik heb het pas net geplant. Het is nu nog een beetje koud. Maar ik denk dat we het wel gaan redden. Dit is de hopplant of een wijsplant. Of akkastagen. Dit is eigenlijk niks voor de permacultuur of het voedselbos. Alleen aangezien ik
mag kiezen wat er staat en het niet in het gebied staat waar de paarden bij kunnen, heb ik gewoon wat zeden neergezet. Maar op de lange termijn dan wordt het overwoekerd door de sterke planten. Roze marijn kunnen de paarden ook eten, vinden ze hartstikke lekker. Behalve zwangere paarden. Laurier afblijven. Giftig voor paarden. Wel lekker voor mensen. En dan hebben we hier hebben we de Spirea. Ik wil eigenlijk nog de oorspronkelijke echte moerassen Spirea. Maar deze is wat sterker. En Spirea is een soort natuurlijke aspirine voor paarden. Kijk, daar zitten de paarden al. Nou, hier hebben we dus ook nog wat rode bessen. Op de paarden en voedingswebsite kan je bijvoorbeeld gedroogde zwarte bessen bladeren kopen. Kost allemaal wat. En ik denk dat we toch meer last krijgen van droogte en van eventueel kunnen er problemen ontstaan, zoals nu met Oekraïne, dat het dat we straks misschien een beetje weinig graan hebben hier in Nederland. Nou, met het paardenvoer hetzelfde. Het is mooi als je gewoon uit de omgeving voer voor mensen en voor de paarden kan halen. En ja, voedselbos is een hele leuke manier om te kijken van wat kan ik eten en wat kan mijn paard eten. En het is niet de oplossing, want we blijven dan nog steeds maïsvelden en graanvelden nodig hebben. Zeker met de huidige consumptie van iedere dag een stukje vlees. Ja, dus, maar het is wel heel leuk en ik denk dat we wel door te gaan onderzoeken en plezier te vinden in het tuinieren en in het plukken, dat we dan toch een stuk logischer en efficiënter gaan consumeren en gezonder gaan consumeren. En het belangrijkste is dat we er plezier uit halen, want het is hartstikke leuk om met de kinderen of voor jezelf lekker bessen te gaan plukken en walnoten te gaan rapen. Nou, hier is het framboos. Het is ook een hele goede plant voor paarden. Die kan je ook in de dure paarden supplementenwinkel of in de paardenwintermix zit het ook. De rozenbottel. Ik ga hier ook nog zaaien. Zonnebloemen en echinacea. Echinacea zit ook in de paardenwintermix vaak. En stokroos. Dat zit niet in de paardenwintermix, maar die kan wel mooi hier groeien, mits het voedselrijk genoeg is. Nou, hier heb ik voor de tamme kastanje heb ik die zomereikverbond hier geprobeerd na te maken met wat beukentak en beukenbladeren. Helaas heb ik daar niet de goede zomereik, maar de Amerikaanse eik voor gebruikt. Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is, ik denk het niet. Kijk, dat zijn allemaal Amerikaanse eiken en die worden heel mooi groot. Maar ja, ik heb het liefst gewoon de originele zomereik. Ook al heeft die de laatste jaren last van de eiken processierups, zoals de andere eiken. Dit was het wel voor even. En ik ga dus de komende tijd weer verder